Stel je kijkt dit nu op je computer en je hebt gewoon internet even openstaan. Dan moet je voor de lol eens even typen youtube.com/c/Matty. Abonneer even. Dan kom je gewoon op mijn kanaal terecht. Dat is wat ongelooflijk hutsinnig dat je dat gewoon in kan stellen. Je kan het maar één keer veranderen. Dus ja, dit is het wel voor de rest van mijn YouTube carrière. Deze link. Maar nu je er toch bent, kun je toch meteen wel even op dat abonneerknopje klikken. Dan vliegen we naar die 1 miljoen. En bij de 1 miljoen abonnees moet ik een Bifuma kapsel nemen. Zoals jullie weten. Bruh. Wow. Dit kan ik eigenlijk best wel hebben. Hoe bizar is het dat ik dat toen zei? Omdat ik wist dat ik never een miljoen subs ging halen. En nu, we hebben het gewoon bijna, mensen. Bam, bam. Mat, flikker op. Ik hoor je in de woonkamer. Je hebt niet bijna 1 miljoen subs. Goed mensen, in mijn eerste FIFA 22 video van dit jaar had ik beloofd dat ik met mijn Robin van Persie ging spelen. En dat heb ik ook wel gedaan. En wat me aan hem opviel, buiten het feit dat hij een enorm zieke afmaker is, waren toch wel die finesse shotjes van rond die cirkel buiten de 16. Die vliegen er toch wel allemaal in hoor. Kijk hier ook weer, het is geen probleem voor Robin van Persie. En zelfs net iets verder dan die cirkel ook... Nou, deze hield de keeper dan. Dat is best bijzonder van Mandy. Maar dan vliegt de volgende wel weer in, weet je wel. En nu hoor ik je denken, dit zijn van die finesse shotjes. Die schiet echt mijn oma er ook nog wel in. Ja? Ja? Oké. En return to Van Persie. Oh, they've done it! Deze schiet je oma er niet in, hè? Want je oma is rechts. Dat heb ik laatst gehoord ergens. 4-4 of zo, weet je. En dit is mooi, mensen. Staat hij 3-1 in de 83e minuut. En dit is eigenlijk de officiële schiettest van Van Persie. Hoe is zijn finishing vanaf? Nou, laten we pakken de 16. Schot 1. Mwah, dat is simpel natuurlijk, hè. Met zoeken een goede shooting, die vliegt er wel in. 2 minuten later, schot 2. Laten we het gaan proberen van zo'n 25 meter. Kijken of dat hem ook nog lukt. Ja, natuurlijk lukt hem dat wel. Easy. Laten we dan 2 minuten later de lat nog iets hoger leggen. 35 meter. Is dat misschien te gek? Nee, dat is helemaal niet te gek. Wat een idiote keeper, zeg. Ongekend, wat zie ik hier. Ja, conclusie, hij is best goed. Maar ja, door mijn van 0 naar 1 miljoen coins poging was ik veel te veel tijd kwijt aan die video. En kwam ik niet aan normale FIFA video's toe. Maar ook dit keer zit ik niet op mijn hoofdaccount. Heb ik gewoon weer een nieuw accountje aangemaakt. Want ik hou van nieuwe accountjes. En spelen gewoon vanaf scratch. En eigenlijk niks uitgeven. Eigenlijk vind ik dat het leukste aan FIFA. Maar als je gewoon geld wil uitgeven. Wat natuurlijk ook gewoon super leuk is. Kun je altijd naar Inkontegoed gaan. Want Black Friday komt er weer aan. Dan moet je sowieso ready zijn. Ja, ik ben nog niet helemaal ready. Want dit is op dit moment mijn team. Maar in principe moet dit genoeg zijn voor de Visie Team, zou je zeggen. Voordat ik weer ga proberen van dit account iets te maken, heb ik weer vet nieuws. Er is weer een Matty/FIFA-losophie PlayStation 4 FIFA toernooi. En ik kan je nu aanmelden. En de opzet is als volgt. Er zijn eigenlijk 2 losse toernooien. De ene is op 24 november en de andere op 29 november. En je kan je voor beide gewoon aanmelden als je dat leuk vindt. En het systeem is als volgt. Het werkt gewoon op het Zwitserse manier. Je speelt dus 8 wedstrijden en je wordt elke keer gematcht tegen iemand die ongeveer op dezelfde, ja, win-los staat als jij. En de prijzen zijn als volgt. De 3e tot en met de 8e plaats in beide toernooien. Dus je zou het in principe ook 2 keer kunnen proberen. Krijgen 50 euro PSN. De 2e plaats krijgt 150 euro PSN. En de 1e plaats in beide toernooien gaan door naar de finale. De nummer 2 in deze finale, de verliezer helaas, krijgt 200 euro PSN. Maar de winnaar krijgt maar liefst 500 euro cash. Dus echt geld. En erbij nog een PlayStation 5. Dus dat is een prijzenpot van zo'n 1000 euro. Dus dat is echt een zieke prijs als je hem weet te winnen. Maar dat is nog niet eens alles. Want ik weet dat er ook heel veel mensen kijken die denken, ja, waarom zou ik dan meedoen? Ik haal dit toch nooit. Ik heb meer. Ik doe zelf namelijk ook mee aan de eerste qualifier aan Q1. En er is dus een kans dat je mij gaat tegenkomen. En mocht je mij tegenkomen, dan kun jij 100 euro PSN te goed winnen met elke goal die je maakt met een bepaalde speler. Niet zomaar elke goal, dat zou veel te makkelijk zijn. En hij moet in de basis staan ook. Het telt niet als je hem erin wisselt, want dat is natuurlijk laf. Dan begin je gewoon met je beste team. Je moet die goal maken tegen mij voor elke goal 100 euro PSN. Dus je kan ook een hattrick maken met niemand minder dan Michiel Kramer. Jawel! Wat een kutkaart zeg. Ik ben benieuwd of ik spelers ga tegenkomen die dan denken van fuck dit, ik wil het niet eens proberen. En dan dus gewoon een sterkste team opstellen. Of dat er echt veel mensen dan daadwerkelijk Emmer inzetten voor het geval dat ze mij tegenkomen. Ik ben heel benieuwd. En tot slot, onder alle deelnemers wordt ook nog een prijs verloot. Dus genoeg kans om gewoon mee te doen. 24 november, eerste qualifier. Meld je aan, link in de beschrijving. Het is heel simpel, gewoon tap meedoen. Je kan ook via de PlayStation 4 zelf aanmelden. Waar je voorkeur ligt, dat maakt niet uit. Maar doe gewoon mee en wellicht zie ik je daar. Ik heb nog 100 coins. Dat is niet echt heel veel voor nog een upgradeje. Maar ik heb deze 2 pakketjes nog wel. Een soort van starter packs. Nou, vorige keer heb ik hier best wel veel geluk in gehad. De nummer 26 van het meest gouden dure spelers, weet je wel. Die Davies. Maar dit is dan wel iets minder. Alhoewel het had ook Davies kunnen zijn. Geen borden natuurlijk. Hoezo is Bizot 1200 coins waard? Man. Zotte bie. Maar al die non-rest zijn bizar veel waard. Wat is er gaande op de markt? Nou snap ik dat bij Gernot Trauner wel. Wat een beast. Ik zou maar een man zijn en dan Miranda heet er. Deze gast is sowieso veel waard. Die heb je altijd nodig in die SBC-oplossing. Altijd. Nou, hij is maar 1200 waard daar. Maar, what the fuck is er gaan op deze markt, jongen? Ik dacht eerst van, oei, dat is wel taai dat er maar 1 zeldzame speler in zit. Maar aangezien die non-res echt naar de maan gaan, is het eigenlijk helemaal niet zo gek. Ik pak wel een bordenspeler. Zou het Morata zijn?
Nee, het is Fernandinho. Luc de Jong. Over Luc de Jong gesproken. Ik las ergens dat ze hem alweer weg wouden bij Barcelona. Dat Xavi het niet zo in hem ziet zitten. Het is niet echt een tiki-taka-spits. Jongen, wat ben je debiel. Maar die Xavi had Dani Alves. Als Koeman Dani Alves had gehaald, was echt de wereld te klein. 38-jarige Dani Alves. Wanneer heeft hij zijn laatste interland gespeeld voor Brazilië? Dat is toch klaar? What's next dan? Gaan ze dan Giovanni Dos Santos ook terughalen volgende zomer? En Bojan Krikic. Cuenca. Pedro, dat is ook een goeie. Ja, maar Dani Alves is een legend. Ja, dat klopt. Ron Jans, dat is ook een legend. Bro, ik heb echt nog niks gedaan en ik heb alweer 12 kaapzakken houden. Dat lijkt me een goed moment om even mijn backies te gaan upgraden, want ja, die linken niet. Op linksback hebben we eigenlijk twee opties. Ik twijfel een beetje tussen Büttner, maar ik heb Kramer al in mijn team, dus ik weet niet of dat nou zo handig is. Wacht, die spelen gewoon legit samen in hetzelfde team natuurlijk. Dat heb ik me helemaal niet beseft en waarschijnlijk is deze grap dus al 10.000 keer gemaakt. En de andere misschien toch wel iets betere optie, ik denk dat dat er wel gaat worden, is niemand minder dan Gullit. Ja, 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 hier is Gullit. Als dit Prime Gullit, dit Mid Gullit en dit Baby Gullit is, ja, wat is dit dan? Feutus Gullit. Soort feutus. Leuk joh. Sperma Gullit. Nee, we houden op Feutus Gullit. En dat is de man die we gaan kopen. Boom, jawel. Ik heb echt het idee dat ik een aflevering van FIFA Fridays aan het opnemen ben ofzo. Maar hey, I'm enjoying myself. Right now. Rechtsback, daar kan er natuurlijk maar één zijn. Dat wordt natuurlijk Japie, bijnaam Vlugge. Alhoewel vlug, 70p. Nou goed, Japie die zit ook in ons team. Oh, die linkt niet echt heel goed nu ik er zo over nadenk. Maar deze kan ik natuurlijk omwisselen. Jawel, dan gaat het goed hoor. 5 chemistry. En dit lijkt me een goed moment om gewoon even ja, te kijken hoe het is in divisie 10 op dit moment. Oei, dat kapsel, dat komt in de buurt van mijn kapsel. Bijna dan, want ik heb nog geen miljoen. Als jullie nu abonneren wel. Oei, dan loopt hij wel heel makkelijk langs. Zo simpel is divisie 10 nog helemaal niet hoor. Ja, lekker bruin ertussen. Lekker bruin er nog een keer tussen. Mijn poep is ook bruin, dus we... ja. Lekker Gullit, lekker jongen, Feutus. Feutus Gullit, wat een beast, jongen. Oh jee, dat is een goede bal. Jawel, wat een kutkeeper heb ik zeggen. Ja, nog een keer vallen, ja. Had maar eerder gedoken. Oh, oh, Gerso. Ja, daar is hij weer, jongen. Tjonge, jongen. Ah, dat is nog die guy ook. We zetten dat in FIFA 15 dat je een speler die heette Ron Jansen. Wie verzint dat? Dan geef je toch ook gewoon mij voer om memes te maken, Ron. Dan kun je wel boos op me zijn. Ja, het is vooral uitvergroot door Matty Filosofie of zoiets. Jansen, dansje. Moussaba steken. Ja, Vincent. Kramer. Nee, geen 100 euro's. Ja. Ik wil zeggen dat elke voorzet erin vliegt. Dat is dan wel weer jammer. Ja. Oké, mensen, er gaat iets fout. Dit begin is niet goed. Laten we dit even vergeten dat dit gebeurd is. Ik heb op dit moment 16k. En zoals jullie weten is er elke maand een Eredivisie Speler van de Maand als SBC beschikbaar. Nou ja, die kans kan je natuurlijk niet laten liggen. Deze maand is het Luc Brouwers. Hij loopt wel heel erg af. Oh, nog 14 dagen. Dat is niet echt op pad aflopen. En deze gaan we gewoon even doen, man. Een squadje van 83. Het kost zo'n 10.000 coins. Maar daar heb ik er wel voor over. Want deze kans laten we niet liggen. Voor dat balans op het middenveld, weet je wel. Player of the Eredivisie Brouwers. Wat een stats, ouwe. Ja, dit gaat helemaal goed komen, ik voel het. Zou ik dit er gewoon uit hakbijlen? hoe gaan we dit doen? Ja, ga lekker hurken. Gadverdamme! Hij zit een scheid in die viezerik. Ja, ze zijn al 3 nachten hebben we bezoek gehad s'nachts. Daar zijn we niet echt blij mee, moet ik zeggen. Hier hebben we zelfs, dat is afgelopen nacht geweest, een heel gat zitten. Leuk joh. Zo, dit team heeft niet heel veel chemistry. Dit moeten we wel kunnen pakken. Ertussen. Vincent. Eer bij die bal, jongen. Vincent. Michiel. Wat er gebeurt hier? Pickford speelt me uit. Gullit, ja. Feutus Gullit versiert die penalty, jongen. Oké, dit is dus wat er ook kan gebeuren. Als ik je penalty geef in mijn toernooi. En dan kun je zo makkelijk scoren met Kramer. Laten we maar even voordoen dat het mogelijk is. Groen. Oh. Oh jee. Ja, dat kan dus ook gebeuren. Als je met een slechte penalty neemt. Ja. Oh jee. Wat een random bal is dit, zeg. Keeper. Oh, wat een redding, zeg. Hauptmeier. Hauptmeier. Goed zo. Feutus Gullit. Dit zijn wedstrijd dat doet, hoor. Hupsa, ja. Oh, hak dat hak. En hij heeft gewoon nog de bal. Hoppa. Ja. Moussaba zit ertussen. Moussaba, nu ruimte maken. Het is 1 tegen 3. 1 tegen 3. 1 verdediger nog. Die heel tijd naar achter loopt. Dan moet hij op het hoofd komen van Michiel Kramer. Krachtige kopbal, maar... Ik word gewoon in de maling genomen door een Michiel. Oh, Kramer. Krijgt er even een cadeau.
Doet het helemaal zelf. Nee. Oh, wat is die slecht, zeg. Oh jee, die staat bij het spel. Nee, ik loop verkeerd mijn verdediger. Rabiot. Oeh. Gullit. Het voorzetje. Gullit, het voorzetje op. Boom, Vincent met de volley. Wat een samenwerking. Feutus Gullit met de voorzet. Heerlijk dit, zeg. Kijk nou, joh. Atza. Zo, maar die keeper van hem is ook niet best, hoor. Assistie van... Oeh, weer een assistie. Gaat daar weer een assistie komen van Feutus Gullit. Wordt gewoon in de maling genomen. Nou, als Michiel Kramer hetzelfde doet wat hij niet doet, dan wel. Gouwe leer. Op hem. Nee, wat een redding van Pickford, zeg. En daar is Vincent. Vincent geeft het voorzetje opnieuw minder dan Michiel Kramer. Die weer niet scoort, waar zijn we mee bezig? Binnen dit gezin. Bro, die keeper gaat ineens miraculeuze reddingen maken als er een schot komt van Michiel Kramer. Het is bizar. Bruin. Goed voorzetje. Opnieuw minder dan Kevin Stroop. Oh mijn god. Stroopmannetje, ja. Wat is een stroopmannetje? Hij heeft dus ook een stroop gezongen. En ik heb heel veel stroop over een bank ook heen gegooid. Dus ik ben ook het stroopmannetje. Ik ben het stroopmannetje, niet hij. Dus bankzitters, Koen of hoe je ook heet, ik ben het stroopmannetje, niet jij. Ga dit niet serieus nemen, dit keer. Dit is echt een hele bizarre goal, hoe hij dit dan doet, jongen. FIFA Lossi, hij scoort in een live FIFA video altijd zieke goals. Hey, yo. Oeh, wat onhandig. Wordt dit zijn tweede gele kaart? Bro, hij haalt hem twee keer neer in één minuut. Rabiot. Ja, dat is Rabiot. Rood. Rabiot. Leuk, joh. Oh, hij scoort nog. Oei, dan kan dat nog spannend gaan worden. Het lag ineens open. Hallo. Goed, als hij het nu niet weet te doen, dan scoort hij nooit. Boom, maar hij doet gewoon op deze manier. Tjak, Michiel Kramer, eerste goal. En dit kun je dus ook tegen mij doen. En dan win je dus 100 euro PSN per goal. En start die brommer maar. Kramer. Oh. 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 Jongen, wat ben je debiel. Goh, Kramer. Bro, deze vent is zo tantoe slecht. Oh, dit is niet te geloven. Waar zadel ik jullie mee op? Ja, ik snap hoe dit werkt. Ik ben 26. Ik ben geen idioot. Ja, ik snap dat je dan teruggaat. Oh, dit wist ik nog niet. Een checkpoint? En natuurlijk wist ik dit wel, maar jongen. Ik heb in mijn video 4,5 minuten hieraan gewijd aan deze regels. Omdat ik anders de 30 minuten in me van 0 naar 1 miljoen coins niet haal. Mensen, eerlijk, ik heb hier wel weer van genoten. Het was een soort van oldschool FIFA video. Als jullie het leuk vinden, ja, dan gaan we gewoon lekker verder met dit account. En dan kijken hoe ver we komen in de divisie. Mensen, bedankt voor het kijken. Like, even abonneer. Vergeet je niet aan te melden voor het toernooi. Linken staan in de beschrijving. Q1 kun je mij tegenkomen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tjiee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 e